In de tuin van Jeanette is in ieder geval één ding heel belangrijk. Er moeten ronde vormen in de tuin komen. En die gaan we aanbrengen. En dat doen we al door middel van ronde terrassen aan te leggen. Ja, en als je de tuin dan ziet, dan heb je wel meteen door dat er echt een hele hoop gesloopt moet gaan worden. Voordat we opnieuw kunnen beginnen. Zelfs een paar grote bomen, die zullen eruit moeten. En daar gaan we natuurlijk wel wat nieuws voor planten. Aan deze kant van de tuin ligt er iets wat je helemaal niet ziet. En dat is die vijver hierachter. Nou, daar gaan we voor zorgen dat hij er weer helemaal up-to-date bij ligt. Hier komt een heel groot grasveld in. Zorgen we voor een robotmaaier, zodat Jeanette niet zelf hoeft te maaien. Ja, en dan natuurlijk het bankje. Het bankje wat heel belangrijk is, wat ze zelf gemaakt hebben. En daar moeten we natuurlijk echt wat mee. En de Japanse touch, daar heb ik al een ideetje op. De tuin van Jeanette die is nu helemaal kaal. En wat een ruimte is er ontstaan. We hebben natuurlijk één boom laten staan. En nu kunnen we weer gaan opbouwen. Aan die kant zijn die mannen daar al heel druk mee geweest. We hebben muren geplaatst. Het eerste terras ligt erin. Maar wat gaan we nou voor de rest nog doen? Ja, de tuin in ere herstellen. Dat is de opdracht. Nou, hier lag een ontzettende grote vijver. En die komt ook weer terug. Alleen dit keer gaan we er een waterloop aan vastmaken. In dit gedeelte gaan we een beetje die Japanse sferen neerzetten. Die waterloop die gaan we ook helemaal in de beplanting zetten. En dan komt hier een groot grasveld te lopen. Kijk, aan die buitenkant gaan we aan de gang met schuttingen in combinatie met groen. En daaromheen gaan we hem heel mooi in de beplanting zetten. Ja, als je naar dit bankje kijkt, dan heeft dat een emotionele waarde van vroeger uit. We hebben hem eigenlijk weer helemaal opgeknapt. En we gaan hem zo meteen helemaal in het groen zetten, zodat deze een prominente plek in de tuin krijgt. Spelen met je bestrating in de tuin. Dat kan ontzettend goed. Laatste week heb ik dat al laten zien door verschillende tegels te gebruiken. Of kleuren in de tuin te gebruiken. In dit geval heb je eigenlijk vierkante tegels. En ik wil ook rond gaan werken. Ik combineer dus het vierkante met het ronde. Wat een werk hebben die mannen hier verzet. En dat is natuurlijk al begonnen met het slopen van al die grote bomen die hier stonden. Eentje, die is er mooi toch blijven staan. Ja, dan zie je dat we weer gaan opbouwen. We zijn met grond bezig. Ondertussen worden de schuttingen gezet. En dat bankje, ja, die moesten we wat prominenter maken. Die moest wat meer gaan opvallen. En dat hebben we gedaan door aan de zijkant muren te bouwen. Die zorgen ervoor dat straks de grond tot bovenin kan lopen. Dan gaan we het beplanten. En dan zul je zien dat dit een veel mooier plekje gaat worden als dat het ooit geweest is. Doordat we het in het groen gaan zetten. Kijk, en hier ben ik echt super trots op. Joost heeft met zijn mannen er heel hard aan gewerkt om deze vijver in ere te herstellen. Moet je eens kijken naar deze waterloop. Die is met alticotsiet gemaakt, met die mooie kei aan de zijkant. Dat hebben ze helemaal opgemetseld. Deze vijver is ontzettend diep, hebben ze vijverfolie ingelegd en zijn we met keien aan de gang gegaan. Het enige wat nu nog ontbreekt, dat is de beplanting. Ik ben deze klus begonnen door te vertellen dat ik het zo ontzettend stoer van Jeanette vind dat ze meedoet aan ons programma. En dat op 74-jarige leeftijd. Het is best een verbouwing, hoor. Ja, en dan denk ik dat Jeanette in haar leven al heel veel heeft meegemaakt. Ze is de man verloren en daardoor is de tuin helemaal gedateerd geraakt. Maar ze is zo gek van de tuin. Wij gingen hem in ere herstellen. En daar had ze ook wel wat wensen over. Bijvoorbeeld het bankje, want die had ze nog zelf gemaakt. In het ontwerp heeft hij een prominente rol gekregen. We hebben een nieuw grasveld neergelegd. En ook de vijver hebben we in ere hersteld. Met een hele mooie waterloop. Deze tuin moet een oase van rust voor haar gaan worden, waar ze heerlijk van kan gaan genieten.